Welkom bij de bespreking van examenvraag 2. Hij is uitgedeeld via Teletop, omdat er een lesuur uitviel. Je hoeft hem dus ook niet in te leveren en we bespreken hem via Vimeo. Impulsgeleiding. Dus het transport van kalium en natriumionen is een belangrijke rol bij de impulsgeleiding. Drie fasen zijn er weergegeven in een afbeelding. De rusttoestand, fase 1, depolarisatie, fase 2 en repolarisatie, fase 3. Het potentiaalverschil is te zien aan de binnen- en de buitenkant van het neuronmembraan. En hij toont het geleidend vermogen van het membraan voor de natriumionen en de kaliumionen tijdens het actiepotentiaal. Dat is deze afbeelding. En hier zie je de rustpotentiaal, de drempel, depolarisatie, repolarisatie, hyperpolarisatie. Goed. En hier fase 1, 2 en 3. Dit is buiten en dit is binnen het neuron. Daar heb je natuurlijk ook nog een stukje in Binas. Figuur 2. Dus figuur 2. 88F. En de vraag die gesteld wordt: in welke van die drie fases staan volgens de gegevens in de afbeelding de kaliumkanaaltjes open? Nou, hier heb je de mogelijkheden. Ik moet hem weer eventjes opnieuw openen. En dan wordt het een beetje lastig. Want die kun je op twee manieren bekijken. Kijk, de makkelijkste manier is dat je zegt, hier kan de kalium die je hier ziet, die kan hier niet naar buiten. De natrium kan hier ook niet naar binnen. Hier wel. Hier zie je dat de kalium naar buiten kan, deze kant op. En de natrium die kan hier naar binnen. Hetzelfde is hier het geval. Maar hier gaat hij de andere kant op. Zie je al? Hier gaat de natrium de andere kant op. De kalium gaat dezelfde kant op. Als ik kijk in deze afbeelding, dan zie ik hier staan bij 3. Daar staat dat de kaliumpoorten dicht blijven. Dus dat maakt het een beetje onoverzichtelijk. Dus hier moet ik maar niet naar kijken, want de beste keuze is hier. Ik zie dat ze openstaan hier en hier. In fase 2 en in fase 3. Dus dat betekent dat mijn antwoord dan is F in fase 2 en 3. Dus dit is het juiste antwoord. En hij is met Binas erbij een beetje verwarrend. Actiepotentiaal wordt gevolgd door een absoluut refractaire periode waarin geen nieuwe actiepotentialen mogelijk is in het desbetreffende neuron. Kijk naar figuur 2. Wat is de oorzaak voor dit oponthoud? Ik neem aan dat je nog wel weet hoe die eruit zag. Je hebt de mogelijkheid, het duurt enige tijd voordat er energie voor een actiepotentiaal geleverd kan worden. Nou, die energie komt uit ATP's en die wordt constant opgewekt. Dus deze klopt niet. Het duurt enige tijd voordat de natrium- en de kaliumpomp kan gaan werken. Ook dat is onzin, want die natrium-kaliumpomp blijft de hele tijd, ook tijdens het doorgeven van zo'n actiepotentiaal, gewoon werken. En dat betekent dat C als enige overblijft. Het duurt enige tijd voordat de ionverdeling voldoende hersteld is. Dus die natrium- en kaliumpomp die moet de ionen weer opnieuw distribueren. En dan kan er weer een nieuw actiepotentiaal ontstaan. De volgende vraag. De rustpotentiaal van een neuron is het gevolg van de ongelijke verdeling van ionen zoals die is weergegeven in de tabel. Een actiepotentiaal komt als die verstoring van die ionenverdeling verandert. Voor het herstel en de instandhouding van het rustpotentiaal vindt actief transport van bepaalde ionen plaats. Welke van de ionen, kalium, natrium en negatief geladen eiwitmoleculen worden hiervoor actief door het celmembraan getransporteerd. Ja. Als je in Binas kijkt, dan vind je alleen de natrium-kaliumpomp. Dus
Dat betekent alleen kalium en natriumionen. En daarmee is het antwoord dus D. Dat is niet zo moeilijk. Je hebt daar niet eens die tabel eigenlijk bij nodig. De volgende vraag. In de afbeelding is in een schema de schakeling weergegeven van een aantal neuronen die verbonden zijn met de buigspier en de strekspier van het onderbeen. Enkele neuronen zijn ter hoogte van het cellichaam genummerd. De peessensoren en de spierspoeltjes reageren op uitdrukking. En de vraag daarbij is, om de spierreflex op te wekken, wordt een tik gegeven op de kniepees vlak onder de knie, dat is de kniepeesreflex. Het onderbeen wipt in reactie daarop even omhoog. Welke van de genummerde neuronen in het schema van de bovenstaande afbeelding geven bij deze reflex transmittervloeistof af? Dat is een kwestie van even kijken, even nadenken. Die spierreflex, het been wipt omhoog, dus het been wordt gestrekt. Dus kijken. Dan hebben we hier de strekspier. Je ziet hier de spier staan. S is het spierspoeltje. Die meet dus wat er met die spier gebeurt. En die strekspier die wordt geactiveerd. Dat betekent dit neuron dat gaat wat doen. Die geeft hem natuurlijk een impuls af aan 7. Dat betekent dat op deze manier wordt ook neuron 9 geactiveerd. Maar wat er gebeurt als je je been gaat strekken, betekent ook dat die buigspier natuurlijk ook wat moet gaan doen. Die buigspier moet mee gaan geven, dus die moet geïnhibeerd worden. Dus dat zou betekenen 1, 5, 7 en 9. En dat betekent dan 1, 5, 7 en 9. Dat het antwoord D is. 1, 5, 7 en 9. En dat vind ik door te kijken naar wat er hier gebeurt. Deze spier, de strekspier, wordt geactiveerd. Dat komt bij het spierspoeltje vandaan. Dus neuron 1, neuron 7, neuron 5 moet zorgen dat deze geïnhibeerd wordt. En neuron 9 die ook weer terug inhibeert. Die wordt ook geactiveerd. We gaan naar de volgende. In de volgende afbeelding is het cellichaam van neuron 7 in de afbeelding met een aantal uitlopers schematisch afgebeeld. Via een potentiaalmeter wordt op een bepaald moment de uitslag gemeten zoals in de tekening is weergegeven. Wat hier belangrijk is, is dat je ziet dat die gehyperpolariseerd wordt. Dus hij wordt geïnhibeerd. We moeten dus op zoek naar minnetjes. En welke kan dat neuron geïnhibeerd hebben? En het gaat om het neuron 7. Dus we gaan weer terug. Neuron nummer 7. En die wordt geïnhibeerd door neuron 9 en door neuron 6. Want hier staan allemaal de minnetjes. Dus dat betekent, als ik hier ga kijken bij deze, dan neuron 6 en neuron 9. Dus het antwoord is dan C. Een sporter krijgt tijdens een wedstrijd kramp in de buigspier. De kramp wordt verminderd door het been krachtig te strekken. Leg aan de hand van de schakelingen in afbeelding 2 uit, waardoor de kramp dan afneemt. We gaan hier weer even op zoek en deze mogen we even weg. En we kijken weer naar de afbeelding. Bij een kramp is het de buigspier die ontzettend veel gaat samentrekken, terwijl dat eigenlijk niet moet. Als je de strekspier gaat strekken, dan zorgt het ervoor dat in die pees, dus hier in deze pees, gemeten wordt dat deze spier gestrekt wordt. Dus dat betekent dat op deze manier
op deze manier neuron 5 ervoor gaat zorgen dat neuron 8 geïnhibeerd wordt. Dus neuron 5 zorgt ervoor dat neuron 8 geïnhibeerd wordt. En als we kijken naar het antwoord wat hier staat, de extra rekking van de P-sensor via neuron 11, die mag er dus ook bij, maar zeker neuron 5, ervoor zorgen dat geïnhibeerd wordt neuron 8. Dat is het juiste antwoord. Veel succes met leren voor je tentamen, want dit was het einde van deze bespreking.